Ik ben Leo Verhooy uit Mierlehout en ik heb een vijgenboom geplant 30 jaar geleden, waarvan ik een stekje in Griekenland uit de muur heb getrokken, in een natte krant gedraaid, mee naar huis genomen, gestekt, inmiddels minstens 20 jonge stekken uitgedeeld. Dit is er uitgekomen. 10 jaar geleden is er een boom, is er een foto gemaakt van de grote vijgen die hier toen aanstonden. En nu heb ik ze zo voltallig dat ik heb dit nog nooit meegemaakt. En ik denk dat het ook uniek is hier in de omgeving, dat zo'n boom eigenlijk in zo'n klein tandje zo kan opbloeien. Dus ik heb daar heel veel plezier van. Ik maak daar vijgenmarmelade van. Zo zijn de vijgen speciaal, omdat in het voorjaar hebben die vijgen ontzettend veel water gehad. Toen zijn ze heel erg opgegroeid en toen kreeg ik hele grote vijgen, zo groot als peren. Die heb ik geplukt. Toen kwam de tweede pluk en door die warme zomer verder zijn die vijgen dus ook zover in opbloei gekomen. Dus dat is de reden waarom dat er nou zoveel aanstaan, wat ik er sinds 25 jaar niet heb gehad. En 30 jaar geleden het boompje geplant. Zo groot als het hier staat, heb ik het meegenomen zonder bladen, in een natte krant gedraaid en op die manier mee naar Nederland gebracht. En dan ook nog 20 van die boompjes gestekt en aan diverse mensen uitgedeeld.